Hallo beste mensen, Instagram heeft net alles gecanceld wat ik heb opgenomen en niets is opgeslagen, dus nu moet ik alles weer opnieuw zeggen. Maar goed, ik zal proberen directer te zijn. Jezus zei het volgende tegen zijn discipelen toen hij opgewekt was uit de dood en voordat hij opsteeg naar de hemelen, zei hij tegen zijn discipelen en zijn volgelingen: gaat in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Kijk, let goed op. Wat is de hoofdreden dat de mensen niet de doop met de Heilige Geest ontvangen? Want wat juist is, wat hoort te gebeuren, de doop die zou moeten plaatsvinden of die moet plaatsvinden, de doop met de Heilige Geest moet plaatsvinden op de dag en op het moment dat de persoon begraven wordt. Of beter gezegd, dat de persoon gedoopt wordt in het water. Want Jezus zei, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal worden, zal behouden worden. Waarom verenigde hij het geloven met de doop in het water? Omdat geloven inhoudt om te sterven voor de wereld. Wanneer de persoon gelooft in de Heer Jezus, dan trouwt die persoon met hem, maakt een eeuwig verbond met hem. En dan verlaat die persoon de wereld. En vanwege het feit dat die persoon de wereld verlaat, sterft voor de wereld, moet de persoon begraven worden. De persoon zal niet op de aarde zijn, de persoon moet onder de aarde zijn. De persoon stierf voor de wereld, dus dan moet de persoon gedoopt worden in het water. Oftewel, begraven worden. Doop betekent een begrafenis. Dus die persoon zal begraven worden. Wanneer de persoon begraven wordt in het water, of gedoopt in het water, door onderdompeling, wat er dan moet gebeuren is dat die persoon meteen de Heilige Geest ontvangt. Gedoopt worden met de Heilige Geest. En dat is ook wat er gebeurde met de Heer Jezus. Jezus werd gedoopt in het water en meteen daarna kwam de Heilige Geest en werd hij gedoopt met de Heilige Geest. En dit hoort te gebeuren. Maar waarom gebeurt het niet, bisschop? Waarom vindt dit niet plaats? Omdat dit met bepaalde mensen is gebeurd, maar niet met alle mensen is gebeurd. Er zijn mensen die zich dopen in het water 1, 2, 3, 4 keren, 5 keren. En zij ontvingen nog niet de Heilige Geest. Waarom? Omdat hun geloof in de Heer Jezus, in het evangelie, niet de dood van hun eigen ik omvatte. Het omvatte niet het zich ontdoen van de wereld. Het omvatte niet het hart dat nog in de wereld zit. Dus de persoon wordt gedoopt, niet omdat die persoon geloofde in Jezus. Die persoon wordt gedoopt omdat die persoon overtuigd was. Die persoon had een bepaalde ervaring. Die persoon verrichtte slechts een ervaring. Oké, laat me proberen. Laat me proberen om gedoopt te worden. Doop 1 keer, 2 keer, maar niets gebeurde er. Niets gebeurde. En waarom is het niet gebeurd? Omdat die persoon niet stierf. Die persoon geloofde van wel in Jezus. Maar de persoon is niet gestorven voor de wereld. De wereld is nog levend in hem. De wereld zal pas uit ons weggaan wanneer wij sterven voor de wereld. Wanneer wij sterven voor de wereld, geestelijk gesproken, dan is de doop de begrafenis van ons lichaam en van onze oude aard. De doop in het water is een demonstratie, een bewijs. Ik wil niet langer, ik wil definitief sterven voor deze wereld, voor mijn dromen. En wil de wil van God doen. Ik wil leven voor Gods wil. Dan wel, ten tijde van de doop in het water, meteen wanneer de persoon gedoopt wordt, wanneer de persoon begraven wordt in het water en wanneer de persoon uit het water opkomt, dan ontvangt de persoon zegen met de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest. Dat is wat er hoort te gebeuren, vanzelfsprekend.
Als dit niet gebeurd is en dit is niet gebeurd, en ik heb dit gezegd, omdat mensen overtuigd zijn van Jezus, maar ze hebben niet hun leven gegeven aan Jezus. Ze zijn niet gestorven voor de wereld, ze zijn niet gestorven voor zichzelf, ze zijn niet gestorven voor hun familieleden. Nee, die persoon blijft levend. En de persoon is gedoopt in het water als een ceremonieuze religie. Er zit geen enkele waarde in die doop. Als die persoon niet gestorven is voor de wereld, hoe gaat men iemand begraven die nog leeft voor de wereld? Dat gaat niet. Dus de persoon moet sterven. Daarom zei de Heer Jezus, wie gelooft en gedoopt zal worden, zal gered worden. Dus u kunt zien, u kunt bevestigen, u kunt begrijpen dat het geloof in de Heer Jezus is niet simpelweg dat u overtuigd bent van Hem. Nee, het is dat u gelooft. Geloof omvat de dood. Voor de wereld, de dood voor allen. En levend alleen voor de Heer Jezus om zijn wil te doen. Dat is wat werkelijk geloof inhoudt. Iets anders wat u moet begrijpen. U dient dit te weten. Veel mensen zijn overtuigd van Jezus. Vanwege een wonder dat ze hebben ontvangen, een zegen, een bepaalde genade. En veel van deze mensen plaatsen zichzelf dan in het werk van God. Komen in het werk van God. Beginnen het evangelie te verkondigen. Worden pastors, bisschoppen, vrouwen, kortom missionarissen enzovoorts. Maar ze zijn niet voor de wereld gestorven. En omdat ze niet voor de wereld stierven, arme stakkers. Ten tijde dat de benauwdheid komt, de beproeving, de verdrukking, omdat wij beproefd worden. U weet dat er ook de doop in het vuur is. En alleen wie stierf, die zal staande blijven. Die zal leven blijven voor de Heer Jezus. Dus ten tijde van de benauwdheid, als de persoon slechts overtuigd was van Jezus, dan kan de persoon geen weerstand bieden en gaat de persoon weg en verlaat de boot. Maar wanneer de persoon gelooft, werkelijk en in feite, dan blijft die persoon. Met andere woorden, wanneer de persoon overtuigd is, dan heeft die persoon een bepaalde houdbaarheidsdatum met betrekking tot zijn geloof. De persoon gaat niet tot het einde. Maar wanneer de persoon gelooft, komen wat komen gaat, die persoon lijdt wat er ook gebeurt, beproeft enzovoort, maar die persoon blijft trouw tot het einde. Waarom? Omdat die persoon werkelijk geboren is, wedergeboren is. Die persoon is een schepping van God. Die persoon heeft de macht van God. Die persoon ontving de macht om een kind van God te zijn. Dus beste vriend en vriendin, excuseer mij dat ik zo frank ben, maar ik kan niet anders zijn. Ik geef aan jullie door wat ik geloof, wat ik leef. Hetgeen wat ik leef, ik heb niet dit glorieuze en grote geloof van grote verrichtingen, nee. Maar ik heb een solide geloof in mijn Heer Jezus. Dit geloof is wat mij onderhouden heeft. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft dit geloof. Het geloof dat weerstand biedt tot alles en blijft tot het einde. Trouw tot het einde. Deze persoon is gered. Dus zoals de Heer Jezus zei, wie gelooft en gedoopt zal worden, dus wie gelooft en begraven zal worden, oftewel, wie sterft. Geloven is sterven voor Jezus. Geloven in Jezus is sterven voor deze wereld. Het is sterven voor zichzelf. Sterven voor de familieleden. Sterven voor iedereen. Dat is geloven. Wie gelooft, wie sterft voor mij, die zal gered worden. Wie sterft en gedoopt wordt, oftewel moet begraven worden, kan niet gewoon op aarde blijven. Zo niet, dan zal die persoon nogmaals in de zonde weer gaan. Dus de persoon moet sterven voor Jezus, geestelijk gesproken, en begraven worden.
En deze begrafenis is een soort begrafenis waar de Heer Jezus doorheen is gegaan. Het is een soort begrafenis dat Hij heeft meegemaakt. Maar Hij is opgewekt op de derde dag. En wanneer wij begraven worden, dan zal de zegel van de Heilige Geest over ons komen. De doop in het water, die vindt plaats en vervolgens komt de doop met de Heilige Geest. Omdat die persoon stierf voor de wereld en nu ontvangt de persoon een nieuw leven met de Heilige Geest. En dat is wat er gebeurde met de Heer Jezus. Dit is heel belangrijk. U hebt dus veel slechte christenen gezien, slechte pastors, veel slechte leiders, geestelijke slechte leiders, hele slechte getuigenissen, die het evangelie beschamen en de naam van de Heer Jezus, omdat deze mensen simpelweg overtuigd waren van Jezus en niet geloofden. Dus er is een enorm verschil. Zoals het noorden van het zuiden is verwijderd, zo is er ook een verschil tussen overtuigd zijn en geloven. De vraag is, en u, gelooft u of bent u overtuigd? Geloofde u, stierf u en bent u weer opgewekt toen u begraven werd in het water door de doop? Of was u overtuigd, werd u gedoopt? En vervulde u de kerkelijke verplichting, de doctrine van de kerk, maar binnen in u bent u nog dezelfde persoon. U bent niet gestorven voor de wereld. U draagt nog de wereld in zich. En dat wil zeggen dat u leeft. En dan bent u veroordeeld, zoals hier staat. Wie niet gelooft, is al verdoemd. Wie gelooft, is niet veroordeeld, is niet verdoemd. En wie niet gelooft, die is al verdoemd, veroordeeld. Tenminste, de veroordeling dat de Heilige Geest heeft ontvangen. En u heeft de Heilige Geest ontvangen, waarom? Omdat u een veroordeelde bent. U stierf niet voor Jezus, u stierf niet voor de wereld. U blijft verlangend naar de wereld. Dan leeft u nog. En dan is de veroordeling deze. Ah, ik heb de Heilige Geest niet. En daarom voelen veel mensen zich verdrietig erin geslagen. Jongen, jongen, waarom heb ik niet de Heilige Geest ontvangen? Jan en Piet ontvingen wel. Nou, als u wilt, er is nog tijd. Zolang u leeft, kunt u nog uw leven geven aan de Heer Jezus. Geloven in de Heer Jezus met uw gehele hart, met uw gehele ziel, met al uw kracht. En deze oude aard begraven en wedergeboren worden door het ontvangen van de doop in de Heilige Geest. Wij zullen trouwens de vaste van Dani hebben vanaf 11 maart, middernacht richting 11 maart, van zondag naar maandag. Op 11 maart beginnen wij met de vaste van informatie. Wij zullen meer daarover spreken binnenkort. Dat God jullie allen zegenen in de naam van de Heer Jezus. En ik zal proberen dit nog een keer uit te leggen, morgen. Zodat mocht er een twijfel zijn, deze twijfel helemaal weggenomen zal worden. En dat de Heilige Geest u zal helpen om dit te begrijpen. Goed, dat God u zegene en tot morgen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.